Kirsten van der Ven, zojuist kampioen geworden met FC Twente. Maar dit was ook jouw laatste wedstrijd, hè? Dit was mijn laatste wedstrijd, maar ik denk dat ik het fantastisch heb gehad. Ik had nooit kunnen dromen dat het zo mooi... Hey, Joopje! Joop had ook niet kunnen dromen dat het zo mooi zou worden. Maar ik denk dat hij me super staat. Ik voel de schoenen niet ruil ik in voor andere schoenen. En het was super mooi. Ja, hoe ben je tot deze beslissing gekomen? Nou ja, ik denk dat ik meerdere hoofdblessures heb gehad. En voor het WK zei ze al, Kirsten, misschien houdt het een keer op. Toen zei ik, ga kosten wel kosten het WK spelen. Hier heb ik altijd van gedroomd. En ik denk dat we inmiddels een WK en een Zweeds en een Nederlands kampioenschap verder zijn. Dus ik wil gewoon het risico niet meer lopen. En ik denk, ik heb een goede opleiding, dus daar wil ik dan maar verder mee gaan. Ja, je hebt ook heel wat interlands achter je naam. Wat zijn een paar hoogtepunten die jij bij Oranje beleeft? Ja, sowieso je debuut natuurlijk. En ik denk het eerste doelpunt op het EK 2009. Ik denk de bronzen medaille op het WK, of het EK 2009. Ja, en ik denk zeker wel ook mijn doelpunten. Eerst mijn doelpunt op het WK tegen Canada. Geef hem mee aan Van der Ven. De invalste, Kirsten van der Ven. Ja, ja, 1-1. Kirsten van der Ven. Belangrijkste goal van haar leven. Daarna tegen Japan. Gewoon om elke dag met die meiden op het veld te staan tijdens een trainingskamp. Dat is heerlijk. Het is een heerlijke groep. En dat was gewoon fantastisch. Ik heb er echt heel veel van genoten. En wanneer heb je nou voor jezelf het besluit genomen om te stoppen? Ja, ik denk dat proces was begonnen net voor het WK. Dat ze me de risico's uitlegden. Maar ik denk bij Twente. Ik heb een fantastisch half jaar gehad bij Twente. Ik had eigenlijk veel clubs om uit te kiezen. Maar Twente voelde meteen goed. En dat gevoel is ook wel juist gebleken. Ik heb het echt fantastisch, heel leuk gehad bij Twente. Het is een heerlijke groep. Een unieke groep. En ook de trainer, denk ik dat... Echt een fantastische trainer is geweest. Dus toen ik weer een hoofdblessure hierop liep, toen dacht ik, het is mooi geweest. We gaan met een kampioenschap afsluiten en dan zwaai ik mooi af. En wat komt er nu voor jou? Nou ja, mijn hoofd is natuurlijk morgen ook niet beter. Eerst lekker op vakantie en daarna zal ik moeten gaan beginnen te solliciteren. Ik heb nog nooit gesolliciteerd. Dus maar het komt wel goed, denk ik. Je hebt er zin in elk geval. Heel veel zin. Bedankt voor alle mooie wedstrijden. Jij ook bedankt. Heel Nederland bedankt.